Goedemiddag. Ik sta bij een nieuwe auto. Ik ga hem even uitleggen door middel van een filmpje. Zodat u helemaal wegwijs wordt gemaakt. Trekhaak is gemonteerd. De witte plaat ligt in de achterbak. Die heb ik erin gelegd. In de deur heeft u hier de knop zitten voor de ramen. Met deze kan je ze achter vastzetten. Kan je nu niet op, ja, je kan er wel op drukken, maar dan doet hij niet weinig omdat hij niet gestart is. Links achter bediening, rechts achter, links voor, rechts voor. Met deze knop kunt u de spiegels handmatig inklappen. Met deze kan je met de pijltje de linker spiegel stellen en met deze de rechter. Als je nogmaals indrukt, is die gedeactiveerd. Ik ga even inzetten, dus ga ik hem even starten. Zo. Even kijken. Achter het stuur heeft u hier de autostand van de verlichting. Die heb ik alvast even aangezet. Hiermee kan je leenderpartje aan en uitzetten. Dat zie je hier dan ook in je scherm terug. Met deze, wanneer je naar beneden drukt, wordt het scherm achter je stuur donkerder. En als je hem naar boven drukt, op deze manier, wordt hij lichter. Zo. Deze is voor je verlichting. In principe staat dat goed, de hoogte. Deze is voor stuurverwarming. Even kijken. Dan heb je op het stuur hier de adaptieve cruise control. Dat houdt in dat hij zich aanpast aan je voorganger. Je kan deze vastzetten op deze manier. En dan met set kan je hem gebruiken. En dan zet je hem vast. En dan gaat hij naar de gewenste, kan je hem vastzetten op de gewenste snelheid. Kan je met plus en min harder zachter rijden. Deze is om alles te vergeten van de cruise control. Even kijken. Zo. Met deze kan je de snelheidsbegrenzer gebruiken. Zo is die geactiveerd. Even kijken. Dan heb ik aan de andere kant op het stuur. Als de telefoon gekoppeld is, kan je hiermee met deze knop kan je de naam van de contactpersoon inspreken die je zou willen bellen eventueel. En dan kan je op die manier bellen. Met deze kan je door je menu heen scrollen. En met de pijltjes ook. Okay. Even kijken, dan heb je hier de climate control, ventilatie. Hier de climate control en hier de ventilatie om te bepalen waar die blaast. Achteruit, vooruit. Deze voor de stoelverwarming. Drie standen uit. Heel warm en minder warm. En hetzelfde verhaal voor de bijrijder. Deze om de deuren automatisch af te sluiten. Varenlichten. Deze voor de multisense functie. Daar kan je eventueel je scherm aanpassen. Sportstand, ecostand. En dan past hij dan ook de kleur op aan direct. Hier kan je los de kleur nog instellen. En op deze manier bijvoorbeeld het blauwe scherm. En dan komt hij ook terug in de deuren. Ik laat hem even op blauw staan. Hiermee je navigatie. En dan kan je op deze manier de gewenste bestemming invoeren. En eventueel gaan rijden. Radio. Even kijken. Bij radio zal ik nog even laten zien. Hier heb je voorkeuzes. Stel dat je bij de lijst 50 jacht. Zet ik hem even op. Ga je naar voorkeuzes. Kan je hem hier op deze manier vastzetten. En zo kan je ook andere zenders erin zetten eventueel. Mocht je dat willen. Bij muziek. Wanneer de telefoon gekoppeld is met Bluetooth. Kan je Spotify gebruiken van je telefoon bijvoorbeeld. En ook telefoneren natuurlijk. Dan zie je ook hier belgegevens enzovoort hier. Hier staat nog een oud apparaat in. Apparaten wissen. Ja.
Dan is alles eruit. Even kijken. Instellingen. En dan kan je naar rijondersteuning. En dan kan je wat dingetjes aan- en uitzetten. Rijhulpmiddelen. Parkeerhulp. Dan kun je ook de camera controleren enzovoort. Hoe die staat. Of je eventueel iets zou willen aanpassen. Hier ook de knop voor My Sense weer. Dat je eventueel je scherm kan aanpassen of de kleuren. Ga dan even naar instellingen terug. Hier heb je ook nog systeem. En dan kan je naar je scherm kan je wijzigen. De helderheid bijvoorbeeld. Het geluid, de datum, tijd. Nou ja, het spreekt eigenlijk een beetje voor zich. Gebruikersprofiel kan je instellen. Dat je, als je het fijn vindt, dan is je beginscherm bijvoorbeeld. Kan je dit, hier staat nu navigatie boven. En hier zo de Bluetooth en de telefoongegevens. Dat kan je eventueel aanpassen, mocht je dat willen. In het dashboardkastje liggen netjes de boekjes van de auto. Mocht u nog vragen hebben later, laat het gerust weten. Ik wens u alvast heel veel veilige kilometers met de nieuwe auto.